Hallo, mijn naam is Jochen Koppes, culinair adviseur van Van de Moortle. We gaan zo dadelijk een slaatje maken, maar dan anders. Iedereen kent de slaatjes in een bol die je overal ziet, tot in de supermarkt toe. Wel, wij gaan het anders doen. We gaan het op zo'n manier doen dat we een meerwaarde creëren zonder al te veel moeite te moeten doen. In plaats van een bol of iets te gebruiken in recycleerbaar materiaal, die vrij duur is over het algemeen, gaan we hier gebruik maken van een patisseriedoos, een kleine patisseriedoos. In die patisseriedoos leg je dan een blaadje, een klein blaadje bakpapier en dit om het vocht tegen te houden die van het slaatje vrijkomt. Hoe gaan we hier te werk? Ik ga dit hier tonen aan de hand van een eenvoudig en welgekend recept. Het is een Caesar salade met kip. Je neemt gewoon zo'n doos, een klein doosje. Je gaat starten met de Romeinse sla die we gaan verdelen over de doos. Ik heb er hier wat voor gesneden, maar ik ga ook hele blaadjes gebruiken en dit om een beetje volume te geven in de doos. Een rood blad, een groen blaadje. Voilà. Dan ga ik gebruik maken van een brood, een broodje. En dit gaat centraal in de doos. Ik ga het hier gewoon in vier snijden. En dit is een van de basissen van zo'n slaatje. Een slaatje in een box. Een patisseriedoos, een box, een slaatje in een box. Salad in een box. Het is maar hoe dat je het noemt natuurlijk. We gaan altijd de vier stukjes een beetje op dezelfde wijze leggen. En dan gaan we aan de slag met de kip. Voilà. We gaan dat hier mooi etaleren, alsjeblieft. Wat hebben we dan nog nodig is wat tomaat. We gaan hier wat tomaat aan toevoegen. Ik gebruik in dit geval een beetje kersttomaatjes, wat verschillende kleuren. U mag daar gebruik maken van wat u wenst. Gewone tomaatjes kan ook natuurlijk. Ik gebruik nogal graag eens een halve groene asperge. Dat heeft wat crunch, wat smaak, wat kleur. Ook een beetje wortel kan. Dit is een jong worteltje dat ik gebruik. Dan nog een stukje. Je kan eventueel een broccoli stukje gebruiken. Een partje ei. Eén. Twee partjes ei. Voilà. Wat krokant gebakken bacon. Spek. Dat is altijd lekker. Voilà. Dan er zo bij. Ik heb nog, omdat het leuk is, en flinterdun gesneden bietje met meerdere kleuren in. Dat heeft altijd zo een lekkere smaak, een crunch en het heeft kleur. Afwerken doen we met wat Parmezaanse kaas erover. Voilà, wat schelfers. Je kan een Caesar salade gebruiken, een dressing, een vinaigrette liever gezegd, een Caesar vinaigrette. Je kan het in een potje doen, er zo inzetten, maar ik vond het wel leuk om met zo'n buisje te werken. Alsjeblieft. Voilà. En dan ga ik nog eventjes afwerken met een takje platte peterselie. Voilà. En op deze manier creëer je een ander soort slaatje. Het is nog altijd de klassieker. Een klassieker, de Caesar salad met kip. Maar het is toch weer iets anders. Het ziet er ook smakelijk uit. Ik denk qua verpakking vind ik het wel eens leuk. Je kan er kleur in steken. Het is een mooie vorm. Het ziet er groter uit dan een gewone bol. Maar die moet je meestal vol proppen. En dit is mooi gepresenteerd op deze manier. Natuurlijk heb ik ondertussen iets voorbereid, heb ik nog iets anders gemaakt in een box.
deze salad in een box. Maar je kan ook een kaasplank maken of een kaasschoteltje. Hier hetzelfde. We gaan hier te werk. Terug met als basis een beetje krulsla heb ik gebruikt onderaan, niet te veel. Een ruitbroodje, een meegraan, een donker ruitbroodje heb ik gebruikt. 4 soorten kaas, kleine stukjes uiteraard. Wat fruit, wat nootjes. En afwerkt met wat postelijn en terug hier gebruik gemaakt van een halve asperge. Ook terug, het heeft een crunch, het is lekker, het heeft wel luxueuze indruk. En ik denk dat we hier ook goed zitten met de kleuren in deze box. En dan een derde doos dat ik gemaakt heb uiteindelijk, een box, is een charcuterie box. En ook hier gewoon een mooie patisserie, een eenvoudige patisseriedoos, maar dan mooi afgewerkt binnenin. Zoals je kan zien heb ik hier gebruik gemaakt van een doorgesneden wit meegranen ruitbroodje. Wat soorten salami, een bloempje van chorizo, 2 stokjes of prikkers met wat salami opgeprikt, jonge wortel, terug bietje. Zelfs eventueel kan je afwerken met een bloempje, een eetbaar bloempje. Dat kan allemaal, niet te veel, overdrijf niet te veel. Moet overzichtelijk blijven. Houd de kost ook in evenwicht op deze manier. Maar je hebt hier een lekker charcuterieschotel op een eenvoudige, maar mooi ogende manier gepresenteerd. Ook hier kunnen we zeggen van dat we een mooie meerwaarde gecreëerd hebben, zonder al te veel moeite te moeten doen. Van het feit hetgeen die er hierin zit, het is bijna hetzelfde dat u anders zou gebruiken in een bol. Ik wens u met dit idee veel succes. Alsjeblieft.